Goedendag, u kijkt naar de wintersport Weersverwachting van Snowplaza. Gisteren lag er nog een storing boven het Alpengebied en die zorgde voor van tijd tot tijd sneeuwval, maar in de Franse Alpen scheen al flink de zon. Die storing die treedt langzaam oostwaarts weg, vannacht viel er hier en daar nog wat sneeuw, maar inmiddels is het op de meeste plaatsen droog, alleen in Tirol dwarrelt er nog een enkel vlokje. Een zwak drukgebied zorgt voor beter weer, maar nieuwe storingen zijn onderweg. Het betekent dat de Franse Alpen vandaag profiteren van dat zwakke hoge drukgebied, zijn flinke zonnige periode en blijft droog. Temperaturen zijn voor de verandering ook eens laag. Op 1500 meter ligt de kwik rond het vriespunt. Ook in Zwitserland flinke zonnige periode. Aan de noordflanken wat meer wolkenvelden, maar het blijft waarschijnlijk wel droog en ook daar schijnt af en toe de zon. Ook hier de vorstgrens rond 1500 meter. In de Italiaanse Alpen vandaag ook een flinke zonnige periode. Het is een droge dag met niet al te veel wind. Hele rustige omstandigheden, Ik denk dat de sneeuwkwaliteit goed is. In de Bijse Alpen en in Oostenrijk kan vanochtend nog een licht vlokje sneeuw vallen. Dat trekt weg en daarna gaat vanmiddag ook daar de zon schijnen. Kijken we naar het weer van morgen, dan zien we dat het in de Franse Alpen in de loop van de dag gaat sneeuwen. Aan het einde van de dag kan er al zo'n 10 tot 15 centimeter zijn gevallen. In de rest van het Alpengebied blijft het nog droog, neemt de bewolking wel toe. Vrijdag trekt de sneeuwzone langzaam oostwaarts weg, verliest wel een beetje aan intensiteit, maar op sommige plaatsen kan er nog zo'n 10 tot 20 centimeter vallen. Ik ben Michiel Severin voor Snowplaza.